Ja, nee, goed. We gaan beginnen. Levi? Goedemorgen, goedemorgen. Ik zie heel veel kinderen die we lang niet meer hebben gezien. Fijn dat jullie er ook weer zijn. Zusters, broeders, gasten. Zullen we onze gast eventjes warm ontvangen? Ik zie daar Keenan, Quincy, JC. Helemaal vanuit Emmeloord. Fijn dat je er bent. Welkom, wees welkom. Fijn Elisa dat je je nicht hebt meegenomen. We zijn hier en we gaan onze God eren. U ziet, de tafel is al opgemaakt en ook vanochtend mogen we weer avondmaal vieren. We mogen stilstaan, want we zijn hier bij het kruis. En dat vanochtend ook weer het kruis ons vertrekpunt mag zijn. We gaan een lied zingen wat een speciaal verzoek van onze zuster Lansman. En ja, als je een verzoeknummer krijgt, dan moet je wat mee doen. We zijn hier om de gemeente te dienen. En we willen u vragen om dit uit volle borst met ons mee te zingen. En daarna wil ik broeder Martijn vragen om de dienst met ons te openen. We gaan eerst even onze stem opwarmen. Een lied van afhankelijkheid en overgave. Heer, ik kijk naar u. God, ik kijk naar u. God, ik kijk naar u, want dan bezwijk ik niet. Laat me zien, Heer, hoe u de dingen ziet. God, ik kijk naar u, mijn hulp, mijn vaste grond. Geef mij wijsheid, u weet wat ik moet doen. God, ik kijk naar u, want dan bezwijk ik niet. Laat me zien, Heer, hoe u de dingen ziet. God, ik kijk naar u, mijn hulp, mijn vaste grond. Geef mij wijsheid, u weet wat ik moet doen. Ik hou van u. Okay.
God, ik kijk naar u, want dan bezwijk ik niet. Laat me zien, Heer, hoe u de dingen ziet. God, ik kijk naar u, mijn hulp, mijn vaste grond. Geef me wijsheid, u weet wat ik moet doen. Goedemorgen, broeders en zusters. Staat het geluid aan? Yes. Ja, toch wel. Oké. Welkom deze morgen in de banier. Fijn dat u er bent en dat er eigenlijk ook weer, ondanks vakantieperiode, er zoveel mensen zijn. En we zien uit naar een hele fijne samenkomst. Boven alles is God hier in ons midden. En God wil echt tot ons spreken. Hij wil ons bemoedigen. Hij wil ons versterken. En ik zou echt zeggen, open uw hart vandaag. En open uw hart en luister naar datgene wat God vandaag tot u wil doen. En ook voor diegenen die vandaag via livestream zijn verbonden, ook u van harte welkom. Heel fijn dat u toch via livestream de mogelijkheid hebt om met ons vandaag verbonden te zijn. Ook bij u, God is ook in uw midden. En open uw hart en wees onderdeel van de samenkomst. We hebben straks het heilige avondmaal, wat broeder Erik gaat in voorgaat. En u weet, broeder Heke, onze voorganger, is op vakantie en geniet van een hele fijne periode om even weer lekker tot rust te komen. Maar ook hij zal binnenkort weer in ons midden zijn. Ik zou zeggen, laten we erbij gaan staan. Gaan we de samenkomst deze ochtend openen. Heer, we zijn dankbaar. U bent een goede, geweldige God, Heer. We zijn dankbaar dat u een God van liefde bent. En we zijn dankbaar dat u ons deze morgen hebt uitgenodigd. Want vaak staan we daar helemaal niet bij stil. Maar het is niet zo dat wij u uitnodigen om in ons midden te komen. Maar u hebt ons uitgenodigd om in uw midden te komen, Heer. Want u bent Heer van de gemeente. En we zijn dankbaar, Vader, dat u een goede God bent, Vader. En Heer, we dragen deze morgen alle dingen in uw handen. U kent ons. U weet waar we doorheen gaan. U kent de mooie momenten in ons leven, de vreugdevolle momenten die wij hebben. Maar u kent ook de dalen in ons leven of de momenten, Heer, dat we het niet zien zitten. Maar het goede is dat u altijd met ons bent. En als u met ons bent, wie kan er dan tegen ons zijn? En ook deze morgen, Vader, bent u hier om ons te helpen, om ons te versterken. En dat we u nog beter dan ooit tevoren mogen kennen, Heer. Wilt u deze morgen door alle dingen heen werken? Door de zangdienst, Vader, door het heilige avondmaal, ook door de jeugddiensten die we hebben. Dat u in het midden mag staan, ter eer en glorie, Vader, van uw naam. En we zien uit naar datgene wat u deze ochtend gaat doen. We leggen alles in uw handen neer. We vragen dat in Jezus' naam. Amen. En als u elkaar nog niet even groet, zwaai nog even naar elkaar. Maar blijf vooral nog even staan, indien mogelijk natuurlijk, want ik heb u nodig. En misschien dat, de ene is al een beetje opgewarmd, wij wel. U kunt een beetje naar links en rechts bewegen, want weet u, ook in de Bijbel staat, wat staat in de Bijbel? Alles wat adem heeft, toch? Wat doen ze? Loven de Heer! En we mogen alles gebruiken ter eer en glorie van zijn naam. En dit is een beetje de ritme, dus doe alsjeblieft met ons mee, ondersteun ons alsjeblieft. En we gaan zingen Geloof zij de Heer. Ja, oké, hier, dankjewel op de voorste rij. En misschien dat de rest mee kan gaan en een beetje percussie erbij, dat zal wel fijn zijn. 3, 2, 1, en... Kom op! Yes! Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. God, mijn steen, bij u kan ik schuilen. Mijn schild, mijn burcht,
kracht die mij deed.
Mogen ons zo zoetjes klaarmaken om avondmaal te gaan vieren. Hemelse Vader, door uw genade mag ik u naderen dicht bij uw troon. Door mijn streven, rechtvaardig te leven, maar door het offer van uw zoon. Wordt mijn schuld weggedaan, mag ik rijk voor u zijn. Dank u. Door het bloed van een lam dat mij vrij maakt. Zing met mij mee. Hij zegt kom. Het leidt aan mijn tafel. Kom, broeders. Hij zegt kom. Het drinkt van de wijn. Hij zegt proef van de vrijheid in mijn nabijheid te zijn. Proef van mijn leven door u
op. Heer, ik liep vast, oh ik weet nog wie ik was. Ik was blind en verdwaald, door mijn zonden ingehaald. Ik kon niet terug, want de kloof was veel te wijd. Maar aan de overkant stond u, en uw oog was steeds op mij. U werd de brug die de diepte overspan. U verliet uw vaders troon om te heersen in mijn hart. En daar aan het kruis droeg u mijn verdiende loon. Kocht mijn ziel vrij van schuld voor het eerst dat ik weer hoor. Voor uw kostbaar bloed. Dank u, Jezus, ik ben schoon vergoed. Dank u, Jezus, want u redde mij. U bracht mij uit de donker naar uw heerlijk.
donker, naar uw heerlijkheid. Dank u, Jezus. Halleluja. U mag plaatsnemen. Ik wil het woord geven aan Erik voor de inleiding, voordat we aan het heilige avondmaal mogen. God zegen. Ik wil graag een stukje lezen uit de Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Meer dan overwinnaars. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger of naaktheid, of gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben overtuigd dat nog dood, nog levend, nog engelen, nog overheden, nog kracht, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Wij zijn meer dan overwinnaars in Christus. Wij zijn uitverkorenen, gekozen door God. Apart gezet volk, bekleed met koninklijke priesterschap. We leven nu in een tijd dat gespannen is. Er is heel veel strijd. En het wordt maar heviger, het wordt echt heftig. En het wordt ons niet bespaard. De strijd die wij voeren is geen strijd tegen vlees en bloed. Het is maar een geestelijke strijd. En wij staan te midden in die geestelijke strijd. De boze is uit op de totale vernietiging van de mens. Ik zeg de mens. Dus gelovig, ongelovige, de mens. De mens dat God heeft geschapen. Zoals we net hebben gelezen. In Christus zijn we meer dan overwinnaars. Het feit is, Satan heeft reeds de strijd al verloren op het moment dat Jezus werd gekruisigd. Jezus heeft het voor ons volbracht. De dood is overwonnen. We strijden niet om te overwinnen, maar we strijden vanuit de overwinningspositie. Onthoud dat. God wil dat we het aan Hem moeten overlaten. Vertrouwen op Hem, ook als we het nieuwe seizoen tegemoet gaan. Laten we op Hem gaan vertrouwen. Houd wel in dat we ons moeten bewapenen. Want we moeten weten wie onze tegenstander is. En we weten wie dat is. Hij brult. Hij schreeuwt. Hij maakt ons bang. Dat is een van zijn tactieken. Tactiek. Verleiden. Misleiden. We hebben de geestelijke wapenuitrusting. Doe dat om. Gevoed met het woord van God. Door gebed en door vasten. Maar ik geloof ook, laten we streven naar de geestelijke gaven. Dat is ook heel belangrijk. Dat is een van de belangrijke tactieken die wij moeten gebruiken tegen de boze. Satan is een leugenaar. Weet hoe je hem moet verslaan. En daarom vieren we ook het avondmaal. Niet alleen om te herdenken dat hij is opgestaan
En dat hij nu leeft. Hij leeft, hij troont nu met zijn vader aan zijn rechterhand. Maar het is ook, net zoals alle andere vieringen, het versterkt ons geloof. En daarom is het ook goed om samen zo het avondmaal te mogen vieren. Zolang we nog in deze aardse bestaan nog leven, is het belangrijk dat we elke dag knielen voor het kruis. Ik geloof niet in deze leer, eens vergeven, altijd vergeven, dat is zo goedkoop. Elke dag moeten we knielen voor het kruis. Elke dag komen we naar het kruis. We belijden onze zonden. Het is slecht genade dat we hier mogen zijn, broers en zusters. Als we beseffen, als we diep beseffen wat God voor ons heeft gedaan. Het gaat boven ons verstand. En dan voelen we ons heel erg klein. Ja, God is goed, amen. Zijn zoon heeft het volbracht voor ons. En het is echt een voorrecht en een genade om kind van hem te mogen zijn. God wil ons alles geven. Het is eigenlijk al binnen handbereik. Maar het ligt echt aan ons. God is nog steeds dezelfde God. Hij verandert niet. Wij veranderen. Wij veranderen. Wij maken de keuzes. Wij maken de beslissingen. Maar God verandert nooit. Hij is trouw. Hij is altijd trouw voor zijn kinderen die hem gehoorzamen. En die hem vertrouwen. Laten we bidden en een zegen vragen voor het avondmaal. Liefdevolle Vader, almachtige God. Allereerst danken wij u, Heer, voor uw oneindige liefde, voor uw genade, voor uw trouw. Heer, het is goed om als één lichaam Vader bij elkaar te mogen komen om het avondmaal te mogen vieren. Heer, en u weet hoe we zijn opgekomen. Ik ken ons hart, ons strijd, ons verdriet, ons pijn. Vader, wilt alles voor uw troon brengen. Maar Heer, vergeef ons ook voor onze ongerechtigheden, voor onze tekortkomingen. De daden, de handelingen, de gedachten die niet u behagen. Heer, reinig ons voor onze ongerechtigheid. Heer, we zijn gekomen. Nederig van hart, maar met een blijmoedig hart, Heer. Omdat we weten wat u voor ons hebt gedaan, Vader. Dat gaat echt boven ons verstand. Heer, u heeft ons geschapen, u heeft ons lief. Heer, uw genade is ons genoeg. Vader, u bent onze vesting, onze bevrijder, onze toevlucht. We mogen bij u schuilen in moeilijke tijden, Vader. Heer, daarom bidden wij ook voor uw kracht en uw bijzondere leiding. Heer, in het levenspad die wij hier bewandelen op de aarde. Help ons, Heer, om standvastig te blijven in ons geloof. Zodat we niet verstrikt raken door de boze. Heer, wij verklaren ook in de naam van Jezus dat geen enkele tegen ons gesmeed gevormd wapen zullen slagen. Wij danken u, Heer, voor uw volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel, Vader, voor het brood en voor het wijn. Het brood dat symbool staat, Vader, voor het gebroken lichaam van uw Zoon Jezus. Het wijn dat symbool staat, Heer, voor het bloed dat gevloeid is voor ons aan het kruis, aan Golgotha. Vader, wilt u dit avondmaal zegenen? En we bidden dit in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Amen. Ik wil vragen of de diaken zich gereed kunnen maken. En nadat hij gedronken had, of nadat hij gedankt had, sorry, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. De diakenen. Ik zal alvast de brood uitdelen. En terwijl onze broers gaat uit. Brood gaat uitdelen. Als u gebed hebt voor dankzegging, als u de Heer groot wil maken, dan geef ik u hier de gelegenheid. Voel vrij, maak de Heer groot. Hij is hier in ons midden, hij is hier aanwezig.
Dank hem. Zullen we het brood tot ons nemen? Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei:
Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. We gaan nu over tot het delen van het wijn. Ja, en zijn er mensen hier die geen wijn drinken? Even, oké. Okay. Als het goed is, dat is drijver, ja. Kunt u even opnieuw je hand? Ja. Begin als anders met het druivensap, broeder. Steek even uw hand gewoon even op. En dan, ja. En als u hem hebt, kunt u gelijk drinken. En voel vrij, hè? Voel vrij om de Heer te danken. Wat hij voor ons heeft gedaan is niet iets zomaar. Het is, we moeten echt niet lichtzinnig over nadenken, overdenken.
Zullen we een lied zingen, zijn bekende lied. Heer uw bloed dat reinigt mij. Doet mijn leven en maakt mij vrij. Heer uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht. Heer uw bloed dat reinigt mij. Doet mijn leven en maakt mij vrij. Heer uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht en u was mij witter dan de sneeuw, heel dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods lam voor mij geslacht. Zullen we nog één keer zingen, Heer uw bloed. Heer uw bloed, dat reinigt mij. Doet mijn leven en maakt mij vrij. Heer uw bloed, dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht. En u was mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods lam voor mij geslacht. Halleluja. Dank u wel, Heer. Nogmaals, Vader, voor uw volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat u ons witter was dan de sneeuw. Dank u wel, Heer, voor het ultieme offer. Heer, hiermee behaalt u ook de ultieme overwinning op Satan. En dat we mogen weten wie we in Christus zijn. In Christus mogen we meer dan overwinnaars zijn. En dank u wel, Vader, voor het geweldige positie. Dank u wel. Heer, wat u voor ons hebt gedaan. Vader, zo willen we het verder verloop van de dienst aan u opdragen. Wilt u broeder Martijn ook zegenen, Vader. Wilt u zijn lippen zalven. Heer, we strekken uit naar uw woord. Heer, dat het woord tot ons mag spreken. Dat we veranderen door het woord, Heer. Dat u ook het naprediker wil zijn van het woord. Dank u wel, Vader. En ik vraag dit in uw wonderbare naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Broeder Martijn, ik wil u uitnodigen voor het woord. Mooie woorden, broeder Erik. Romeinen 8 is echt een heel mooi bijbeltekst. En ook de uitdrukkingen. We hebben iedere dag strijd, maar we doen dat vanuit een overwinnende positie. En dat is een heel andere manier van leven. En ik hoop echt dat we dat allemaal op die manier mogen ervaren. Ja, tuurlijk, we hebben onze strijd, maar we hebben ook de overwinning. En als we dat weten, en als we weten, en we weten wie God is, ja, dan is het leven zo anders. En ook vandaag, ik ga een onderwerp brengen, die afgelopen woensdag hadden we een hele fijne bidstond. Ook daar, de opkomst was echt erg bemoedigend, echt gewoon goed op een woensdagavond in de vakantie, hè? Toch een grote groep mensen. En we zaten daar zo met elkaar te bidden, en zuster Ethel, die sprak en die bad en hij ze weet het niet eens. Maar er was één woord en dat kwam, dat kun je dan één keer hebben, hè. Dat kwam toen echt zo, woep, mijn hart binnen.
En daar was ik heel dankbaar voor, want dat was voor mij waar ik het vandaag over wil gaan hebben. Hè, dus dan is dat ook wel eens fijn hoe, ja, hoe God daarin dan weer spreekt. En dat je dan zoekende bent van, nou, waar ga ik het zondag over hebben? En ik was er niet eens mee bezig, maar in één keer wist ik, ik wil het hier over gaan hebben. Ook een onderwerp die ik ooit trouwens in Pakistan heb mogen brengen. En dat is echt God ervaren in je leven. En dat is belangrijk, want God is een God die leeft. Ja, God is niet een God op afstand. God is een betrokken God. Die met ons wil wandelen iedere dag. Zoals hij dat ook al deed met Adam en Eva. En dat wil hij ook met u. Dat wil hij ook met mij. He, in de wereld zeggen heel veel mensen, ach, waar is die God dan? Waar is die dan? Nou ja, dat is omdat zij hem niet kennen. Maar u en ik, als het goed is, kennen God. En dat is ook de eerste Bijbelvers waar ik wil mee starten. Johannes, hoofdstuk 17. En dit is een heel bekende vers. Hoofdstuk 17 van Johannes, vers 3. Johannes 17, vers 3. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Dus het hart van het eeuwig leven is het kennen van God. En we kunnen God alleen maar leren kennen door Jezus Christus heen. Dus als wij Jezus Christus kennen, dan kennen wij ook God de Vader. En bijna iedereen op aarde heeft wel gehoord over God. En heeft wel gehoord over Jezus Christus. Maar de meeste mensen kunnen niet zeggen dat zij God kennen. Want er is een groot verschil tussen aan de ene kant horen over God, of een opvatting hebben over God, en aan de andere kant het geloven in God en hem daadwerkelijk kennen. Ik weet dat Mark Rutte, en dat weet u denk ik ook, op dit moment de premier is van ons land. He? Hij is premier van Nederland. En ik weet ook dat hij de langst zittende minister-president is van ons land. En premier Rutte is 5 jaar ouder dan ik. Ja, dan weet u nog niet veel, want u weet misschien niet hoe oud ik ben. Maar ik weet dus hoe oud hij is. En toen hij studeerde, was hij als student al actief bij de JOVD. Dat is de politieke jongerenbeweging van de VVD. En ik heb ook gehoord dat hij getrouwd is. En sterker nog, wat ik best ook nog wel bijzonder van hem vind, ik weet dat hij iedere week les geeft, een paar uur, op de Johan de Witt School in Den Haag. En dus, ik weet best wel veel van Mark Rutte. Maar, ken ik hem? Nee. Want ik heb wel over hem gehoord en ik heb wel van hem gelezen, maar ik heb hem in mijn leven nog nooit ontmoet. Ik ken niet Mark Rutte. Ik weet niet wie hij echt is. Ik weet niet hoe hij denkt. Ik weet niet hoe hij is. Dat weet je pas als je een ontmoeting hebt met iemand en tijd doorbrengt met die persoon, dan pas leer je hem kennen. En dat is waar deze tekst ook over gaat in Johannes 17. En waarin ieder christen en is uitgenodigd om God te kennen. En wij kunnen God alleen maar leren kennen door Jezus Christus heen. Want de Bijbel zegt, hij is de weg, de waarheid in het leven. Dus als wij de Vader willen leren kennen en willen weten wie hij is, dan moeten wij ons oog richten op Jezus Christus.
Want door Jezus Christus heen kunnen we alleen maar de Vader leren kennen. Want als wij Jezus kennen, dan kennen wij ook zijn Vader. Dat is waarom het zo belangrijk is dat wij Jezus hebben aangenomen in ons leven. Maar dat dan niet alleen, dat wij ook dan een liefdesrelatie beginnen op te bouwen met Jezus. Kijk, als je getrouwd bent, ja, dan pas leer je elkaar kennen, of niet? Ik weet nog, hè, mijn vrouw en ik, wij kenden al elkaar een lange tijd voordat wij gingen trouwen. En als je dan echt getrouwd bent en je bent 24, 7 dagen per week, week in, week uit, samen. Nou, ik kan u vertellen, dan pas leer je elkaar kennen. Hè, dat is een heel ander niveau van een relatie die je dan opbouwt ten opzichte van de periode ervoor, waarin je ook wel steeds elkaar beter leert kennen, maar waarin je elkaar misschien één keer per week ziet of in de diensten ziet. Nou, en dan, ach, ik heb vandaag geen zin of ik zit niet lekker in mijn vel. Nou ja, dan hoef je elkaar niet te zien. Maar dat is natuurlijk heel anders als je 24/7 met elkaar je leven deelt. En ook God, die wil op diezelfde manier iedere dag met ons wandelen. En hij is verlangend dat wij hem kennen. En luister goed naar wat ik nu vandaag ga zeggen. Waar deze relatie is, die liefdesrelatie waar ik over spreek, daar gaat God zijn wil openbaren. En dat niet alleen, hij gaat je uitnodigen en hij gaat je betrekken om je bij hem aan te sluiten bij datgene wat God aan het doen is. Want weet u, God is iedere dag aan het werk. Weet u dat? Ga ik straks een paar teksten van lezen ook. God is iedere dag, God is niet een God die niet betrokken is bij de mens. Nee, de Bijbel zegt dat Gods verlangen is dat geen mens verloren gaat. Het is de schepping van hem. De schepping, de mens, is kostbaar. En God is uitermate betrokken bij de mens, want zijn verlangen is maar één ding, dat geen enkel mens verloren gaat, maar dat in Christus Jezus ieder mens gered zou gaan worden. Dat is ook het heilige avondmaal wat wij net hebben gevierd met elkaar, waarin we dankbaar zijn voor het werk wat Jezus heeft gedaan. De prijs die alleen maar hij kon betalen. En dat wij in Jezus vergeving hebben mogen ontvangen en dat er verzoening heeft plaatsgevonden tussen ons en tussen God. En dat is iets waar God iedere dag mee bezig is. Zijn verlangen is niet dat mensen verloren gaan. En dan als wij dus een liefdesrelatie hebben bij God en God is aan het werk in de wereld, dan gaat God ons uitnodigen en betrekken bij wat hij aan het doen is. En wanneer je dan aan God gehoorzaamt en je gaat je aansluiten bij wat God aan het doen is, dan gaat God iets door je heen doen wat alleen maar God kan doen. En dan, door datgene wat God gaat heen doen door je leven heen, leer je God op een nog veel intiemere manier kennen in je leven. Weet u dat? De getuigenissen, de momenten in mijn leven dat God heeft door mijn leven heen mogen werken, dat zijn momenten die je bijblijven en die je laat zien hoe groot en hoe goed God is. Het moment dat ik toen in Pakistan, want daar zal ik dan nu even bij blijven, daar op een gegeven moment was op de plek waar God wilde dat ik zou zijn. En op die dag dat er weer een conferentie was en God plotseling tot mij sprak, die persoon gaat ik genezen. En één keer zag ik dat, hè. God sprak tot mijn hart. Ik wist, God gaat de wonder doen. Ik kwam mijn vrouw en die kon niet eens lopen. Die werd echt gesteund met iemand. Dat was gewoon echt behoorlijk ziek. En in één keer sprak Gods geest. Die persoon ga ik genezen. En dus
dat was iets wat God wilde gaan doen. Dat gaat dan niet om mij. Dat gaat dan, het gaat maar om één ding. God is aan het werk. En God sprak tot mij. Waarom? Omdat God iets wilde gaan doen in haar leven. En waarom sprak God tot mij? Omdat hij wilde dat ik zou gaan doen wat hij wilde gaan doen. En dat was waarom op dat moment toen ik dat ervaarde, er waren heel veel mensen die naar voren kwamen, maar de eerste waar ik mee ging bidden was met die vrouw. En precies zoals God mij liet zien, gebeurde en ze werd aangeraakt. En nou, ik kan er nog veel meer over vertellen, dat wil ik niet, maar, want dat kost me nu te veel tijd. Maar als dat gebeurt, wat denkt u wat het met mij doet? Het is geweldig als je ziet hoe machtig God op zo'n moment werkt. En dat versterkte mijn geloof in God enorm. Want dan leer je God pas kennen. Als je ziet hoe God werkt, wie God is, hoe machtig en krachtig hij is. Dat hij echt ons geneesheer is. Als je dat gaat ervaren in je leven, dan groeit ook je geloof, omdat je een steeds intiemere relatie met God opbouwt. Jezus zei, ik ben gekomen opdat zij leven hebben. En ten volle hebben. Jezus is gekomen, waarom? Opdat wij leven hebben. Broeder Erik haalde net nog aan. Een wereld die God niet kent, ja, dat is een wereld waarin je denkt dat je leeft, in mijn woorden nu uitgesproken, maar eigenlijk ben je gewoon verloren. Ja, het is tijdelijk van aard, maar Jezus zegt, maar als je echt leven wil hebben, en dat niet alleen, je wil ook de volheid van leven hebben, ja, dan moet je mij hebben. Want ik ben gekomen om je dat leven te geven. Diegenen die God niet kennen, als u God niet kent, ik zeg u, het echte leven, de volheid van leven, is alleen in Jezus Christus. En Jezus, zijn verlangen is dat je hem zou kennen. En dat je hem gaat aannemen, want als je hem gaat kennen, dan gaat het je leven veranderen. En je zult nooit meer zijn wie je was. Want als God in je leven is, dan is je leven anders. Dan ben je niet meer van de tijdperk waarin we leven, waar ik het vorige week over had. Maar dan ben je in het koninkrijk van God. Wat een ander leven is, wat een ander denken is. Ja, er is nog wel strijd, maar je hebt al de overwinning. Het is een ander leven waarin we als christenen mogen wandelen. Waarin Christus ons wil trekken. Waarin hij overvloedig leven wil uitstorten in ons leven. En Jezus zegt natuurlijk, ik ben de weg en de waarheid in het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik moest zo denken aan de woorden van Filippus. Filippus zei, Heer, laat toch de Vader zien en dan is het ons genoeg. En dan zegt Jezus tegen Filippus, ach Filippus toch, hoe lang ben ik al onder u? En kent gij mij nog niet? Want als u mij kent, dan kent u ook de Vader. En dat is waarom voor ons zo belangrijk is in ons leven, dat wij Jezus kennen. Er zijn zoveel teksten in de Bijbel die zeggen, kijk, de profeten die er waren, die spraken over God. Zoals misschien ik ook net wel sprak over Mark Rutte. Maar de profeten hadden nooit God gezien. Maar de Zoon van God kent God. En als wij de Zoon van God kennen en leren kennen in ons leven, dan kennen wij ook de Vader. En dat is waarom het zo belangrijk is in ons leven, dat wij een relatie opbouwen met Jezus Christus.
En dat wij hem zoeken iedere dag. En dat dat een liefdesrelatie is, zoals ook ja, als man en vrouw, dat je tijd in elkaar investeert, dat je op dezelfde manier verlangend bent om Jezus te leren kennen in je leven. En dat je je uitstrekt daarnaartoe. Want als je van Jezus houdt, dan ben je verlangend. En mijn vrouw, als ik dan haar af en toe zag, en ze ging weer naar huis toe, toen ik verliefd was, ja, dan was ik weer, zag ik er weer naar uit om haar weer te kunnen zien. Nou, en dat is als het goed is in ons leven ook met Jezus. Als je echt Jezus lief hebt, dan ben je verlangend om te bidden. Als je echt Jezus lief hebt, dan ben je verlangend om naar de samenkomsten te gaan. Ja, natuurlijk heb je wel eens keer een dipje een dag. Maar als dat iedere dag zo is, dan klopt er iets niet in je leven. Als je echt Jezus lief hebt, ben je verlangend om naar de samenkomsten te gaan. Ja, sommige mensen die kijken nu naar livestream en ik weet dat u heel graag hier zou willen zijn. En we zijn dankbaar dat we livestream hebben, want ook dan bent u natuurlijk deel van de dienst en van de gemeente. Maar natuurlijk zegt de Bijbel, hè, dat laten wij de onderlinge samenkomsten niet verzuimen. We zijn verlangend om naar de bidstonden te gaan, om naar de diensten te gaan, om de Bijbel iedere dag te lezen. Als het goed is, want u weet wat ik vorige week zei. Dat meer dan de helft van de christenen niet eens één keer per week het woord van God lezen. Wat denkt u, als u nooit het woord van God leest, dat u dan God kent? Dat u hem leert kennen? Nee, alleen maar als u zich verdiept in het levende woord, want Jezus is het woord. Dit is Jezus. Maar dat is een ander onderwerp weer. Als u daarin gaat verdiepen en je leert hem steeds beter kennen en je ziet hoe Jezus wandelde en je ziet hoe hij leefde en je gaat dat toepassen in je eigen leven, want wij zijn toch volgelingen van Jezus. Dus we zijn toch geroepen om hetzelfde werk te doen dan wat hij deed. En wat is dan beter dan ja, leren van Jezus zelf. En om te kijken wat het woord van God zegt over hoe Jezus sprak, hoe Jezus leefde, hoe Jezus in zijn bediening stond. Want dat is voor ons, als wij in diezelfde manier in ons leven gaan staan, dan, ja, dan gaat God de Vader daar op dezelfde manier doorheen werken als door Jezus Christus heen. Want weet u dat is wat God wil? De werken die Jezus deed, dezelfde werken wil God ook doen door ons leven heen. En als we dan kijken naar wat Jezus dan zegt Jezus in Johannes 4, vers 34. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft, en dat ik zijn werk volbreng. Mijn voedsel, voeding is iets wat een mens tot zich neemt als bouwstof om tot energie te komen. Voeding is de primaire levensbehoefte van ons allemaal. Iedere dag hebben wij in ons fysiek lichaam voeding nodig. Zonder voeding raken wij onze energie kwijt. Dan kun je helemaal niets meer. Geloof me, we kunnen een dag vasten, maar als we een week lang niet eten en niet drinken, ja, dan weet u ook, ja, dan is alle kracht, alle energie gaat uit uw lichaam. En wat is die energie en krachtbron in het leven van Jezus? De wil te doen van de Vader. Dat is wat de energiebron en kracht is om het werk van de Vader in zijn leven te volbrengen.
Jezus had het besluit genomen om alleen maar de wil van de Vader te doen. Nou, veel mensen, en vooral christenen, want de wereld, u bent daar helemaal niet mee bezig, u snapt dat ook niet echt. Ja, niet echt, u snapt het gewoon niet, want u kent God niet. Maar een christen die God wel kent, is verlangend om de wil van God te doen. En ik zie, en vooral jonge mensen vaker, die zijn dan bezig, wat is dan het plan van God voor mijn leven? Wat is dan de wil van God voor mij? En dat zijn hele goede vragen, om je dat te stellen en daarom mee bezig te zijn. Wat wel belangrijk is, is hebben wij een godsgericht leven of hebben wij toch een ik-gericht leven? De maatschappij waarin wij leven is namelijk ik-gericht. Dat komt vanuit het humanisme. Dat zal ook iedereen beamen. Ons westerse maatschappij is gebaseerd op humanisme. En ik heb zelfs collega's die zeggen, ja, maar dat is toch ook het christendom? Nou, ik kan u vertellen, dan snappen ze er weer niks van. Want het christendom is niet ik-gericht. Het is Gods-gericht. Het gaat namelijk in mijn leven niet om het plan wat God voor mijn leven heeft, want pas op, dan ga ik mijn leven centraal stellen. Het gaat zelfs niet eens om de banier. Nee, want de banier en datgene wat God door de banier heen wil gaan doen, dat draait niet om de banier, het draait om God. Dus als het goed is, is het dat wij in ons leven God centraal stellen. En dat wij alert en voorzichtig zijn met vanuit ons perspectief te denken, te leven, te beredeneren. Dat is ontzettend moeilijk. Omdat namelijk, ja, dit is natuurlijk het leven. En ja, God heeft natuurlijk een plan voor ons leven. Hè? Laat het wel zijn. Staat de Bijbel vol van. Saulus had God een plan mee. En Jeremia had God een plan mee. En God zegt dat we allemaal voor de grondlegging de wereld al geroepen zijn. Hè? Dus God heeft, natuurlijk heeft hij een plan voor ons leven. Maar daarin is God die centraal staat. En moeten wij ons leven verplaatsen naar datgene wat God wil, in plaats van dat wij God willen betrekken naar ons leven. Vaak zijn we geneigd om ons leven centraal te stellen en willen we God daarbij betrekken, maar een godsgericht leven is dat wij ons leven op het altaar leggen en dat wij hem centraal stellen en dat we ons leven voegen naar datgene wat God wil. Dat is een echt godsgericht leven. Jezus spreekt hier zelf ook over. Johannes 5, vers 17. Mijn Vader werkt tot nu toe. En ik ook, zegt Jezus. En twee versen verder. Voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet van de Vader ziet doen. Want al wat de Vader doet, dat is datgene wat ook de Zoon op dezelfde wijze doet. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Of opdat dat u zal zelfs verbazen. Want God is een machtige God. He, als God werken gaat doen door uw leven heen, dan zijn dat grotere werken. Afgelopen woensdag had ik het over dat wij geroepen zijn om goede werken te gaan doen. En toen ging ik naar Hebreeën 11, want dat zijn de werken waar God dan over spreekt. Dat zijn niet werken van vlees en bloed, wat ook goede dingen zijn. Hè? Mensen helpen en dat is echt goed, moeten we ook doen. Want dat is, als wij het hart van God hebben, dan zijn wij ook goed voor mensen in nood.
Maar God wil geloofswerken door ons leven heen brengen. Hebreeën 11, waar het gaat over geloof, dan zien we voorbeelden van wat geloof is. En hoe geloof zich uit in het leven van mensen die God kennen. En diezelfde manier wil God ook geloofswerken door uw leven heen gaan bewerkstelligen. En dus de vraag is, wie is er aan het werk? Ben ik aan het werk? Nee, God is aan het werk. Hij is iedere dag bezig met de mensheid en de wereld. En hoeveel kan Jezus uit zichzelf doen? Niets. Hoeveel kunnen wij uit onszelf doen? Niets. Helemaal niets. Dat is hard werken zonder enig resultaat. Gaat niet het verschil uitmaken, behalve als God het aan het doen is. En als wij zien wat God aan het doen is. En dat wij betrokken willen worden bij datgene wat Hij aan het doen is. Snapt u het verschil? Weet u, het gaat verder. Als wij God zoeken, Heer, hoe kan ik dan betrokken raken bij wat u aan het doen bent? Dan is het vaak, Heer, hoe kan ik betrokken raken? En wanneer wilt u dat ik het ga doen? En hoe zal ik het dan gaan doen? En waar moet ik het dan doen? En wat is dan de uitkomst hiervan? En we hebben allemaal vragen, vragen, vragen. Of ben ik de enige die dat nooit heeft? He, want als mens wil je vaak eigenlijk de dingen overzien. En als God gaat werken, dan wil je eigenlijk al weten wat God gaat doen, hoe God gaat werken, wat jij dan moet gaan doen. Maar dat is niet zoals God werkt. Het is hoe God werkt, is dat als Hij roept dat we het eigenlijk de voeten in het water doen. He? En dan pas gaat het water splijten. En als wij aan de oever blijven staan en God zegt, ik wil dat je door de Jordaan gaat. Ja, oké, goed, ik kan wel, maar dat kan niet zomaar. Dus Heer, oké, als ik ga lopen, en hoe gaat dat eruit zien? En hoe gaat u dat dan doen? En dan krijg je allemaal vragen. Nee, je zag ook het verhaal in de Bijbel dat op het moment dat de voeten in het water werd gedaan, dat op dat moment er eigenlijk een splitsing kwam van het water en dat het volk door de Jordaan heen kon trekken. Dat is de manier waarop God iedere dag werkt in het leven van een christen. Dus dat is ook wandelen in geloof. Dat anderen aan de oever blijven staan, dat is ongeloof. Dat is niet het vertrouwen hebben dat als je met de Heer wandelt, dat Hij gaat leiden en dat het allemaal gaat zoals Hij aan het werk is, zolang je maar gewoon wandelt in zijn weg. Dat lezen we ook bij Abraham. Hè? De Heere die zegt in Genesis 12, vers 1 tot en met 4, zegt Hij tegen Abraham, ga uw land uit. En dat niet alleen, ook uit uw familiekring. En dat niet alleen, ook nog uit het huis van uw vader. En ga naar Kanaan. Nee, dat staat er niet. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken. Terwijl hij geen kinderen had. En u zegenen. En uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dus ging Abraham op pad. God liet niet alle details zien. Nog lange niet. Er was een enorm wandel met God iedere dag. En Abraham moest ook nog heel veel leren. Want zijn relatie met God als vriend van God kwam, dat groeide in zijn leven.
En in zijn leven en in zijn groei die hij had in zijn relatie met God, kon God uiteindelijk gaan doen zijn plan. Want God wilde namelijk een volk hebben bereiden voor hem, het volk Israël. En dat wilde hij doen door het leven van Abraham heen. Abraham vroeg niet van, wat is uw plan met mijn leven? Nee, het was hier andersom. God had een plan. En ging door het leven heen van Abraham, begon hij het plan wat hij had tot stand te brengen. En Abraham, wat hij deed, hij gehoorzaamde God. Nou, hetzelfde is bij u en bij mij. Het is veel waarschijnlijker dat als God u gaat roepen, ja, dan weten we niet hoe over een week of over een maand of over een jaar of over 10 jaar het leven eruit ziet. Wat we wel weten is dat als we met hem wandelen, God gaat alle dingen in ons leven leiden. Het is gewoon God volgen, simpel, iedere dag. En op dezelfde manier als Abraham werd geroepen om op te trekken, werden ook de discipelen geroepen door Jezus Christus, hè, om alles achter te laten en hem te volgen. En op dezelfde manier werd de rijke jongeling ook gevraagd en zei Jezus tegen hem, joh, ga heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en je zult een schat in de hemel hebben. Kom, volg mij. Maar toen deze jongen dat hoorde, ging hij bedroefd heen, want, zegt de Bijbel, hij bezat veel. Ja, dus de vraag soms is, zijn wij bereid om de prijs te betalen? Zijn wij bereid om al onze plannen, de dingen die wij willen verwezenlijken in het leven, om dat op het altaar te leggen voor een veel beter plan? He, want de gedachten van God, het is mijn lievelingstekst, zijn geen gedachten van onheil, maar van een hoopvolle toekomst. En dat is hoe God over u denkt. En hij heeft een geweldig plan. En ik vertel u dat datgeen wat God door uw leven wil gaan doen, zoveel beter, rijker, waardevoller, groter is dan datgeen wat wij zelf kunnen bedenken in ons leven als wij onderdeel worden van het aardsysteem. Gods plan is veel beter. Zijn wij bereid om ons denken op het altaar te leggen, onze eigen dromen los te laten en te gaan kijken naar, Heer, wat is datgeen wat u en hoe u leidt? En ik weet dat u voor mij zal zorgen. Want dat zegt de Bijbel ook. Vandaag nog, hè, broer, u zat het nog te bidden. Ik denk, mooi. Want wat u zat te bidden, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen je erbij gegeven worden. En wat wordt daarmee bedoeld? De zorgen van het leven. Waar ik het vorige week ook over had. Dat wij zo snel geneigd zijn om ons zorgen te maken. En die zorgen, dat verstikt ons. Die zorgen staat in de weg dat God kan doen datgeen wat hij wil gaan doen. 350 maal staat er in de Bijbel, als wederom geboren christen, maak je nou geen zorgen. Omdat ik voor je zorg, maar zoek wel mijn koninkrijk. En als je mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid zoekt, dan zal ik voor je zorgen. Op dezelfde manier waarop God door Jezus heen werkte, wil hij ook door u en door mij heen werken. We leven in een tijdperk waarin het duister is. Waarin de meeste mensen hun leven hebben afgekeerd van God. Maar Gods verlangen is niet veranderd. God is liefde. En hij wil de mensheid redden van de dood. En wanneer God iets gaat doen, dan gaat God u altijd betrekken. Weet u dat?
Als God iets doet, dan is het zijn keuze. Had hij niet hoeven te doen. God is soeverein. God kan op vele manieren kan God werken. Maar God kiest ervoor om altijd door zijn kinderen heen te werken. De Bijbel zegt dat de ogen van God gaat rond over de ganse wereld, zoekende wiens hart uitgaat naar hem. En aan diegene zal God zich krachtig betonen. En door diegene heen wil God zijn plan tot werking laten komen. Toen God op het punt stond om de wereld te vernietigen van zondvloed, toen kwam hij tot Noach. Toen God op het punt stond om Sodom en Gomorra te verdelgen, ging hij naar Abraham. En toen God Israël wilde bevrijden van de Midjanieten, kwam hij naar Gideon toe. He, en dat is die Gideonsbinder die wij ook zouden kunnen zijn. En toen God het evangelie onder heidenen wilde verspreiden, kwam hij tot Saulus, die later Paulus werd genoemd. En wie heeft het volk van Israël uit Egypte bevrijd? Mozes of God? Nou, God deed het. Ja, Mozes heeft wel eens geprobeerd om de zaken in eigen handen te nemen. Dat probeerde hij echt, dat kunnen we lezen in Exodus 2. En weet u wat het resultaat was dat Mozes het eigenlijk in eigen kracht wilde gaan doen? Nou, dat kostte hem 40 jaar ballingschap. En dan werd hij in ballingschap in Midjan als schaapsherder. En deze periode bracht hem tot een heroriëntatie van zijn leven. In plaats van in zijn eigen kracht, als kindje opgevoed in het huis van de farao, kwam nu een situatie dat hij wist dat hij eigenlijk niemand was. En volledig afhankelijk was van God. De Bijbel zegt dat Mozes, die man die 40 jaar anders reageerde, was de meest nederige man op aarde, zegt de Bijbel. Mozes was veranderd. Van een zelfgericht leven naar een volledig godsgericht leven, waarin hij eigenlijk een ander uitnemende achtte dan zichzelf. En dit verhaal gaat dus niet over Mozes. Het verhaal van de bevrijding van Israël gaat over God. Wat ik trouwens ook zo mooi vind, als Mozes het wel in eigen kracht had gedaan, ik zit er wel eens over na te denken, wat was er dan gebeurd? Ik denk dat er duizenden en duizenden mensen gedood zouden zijn geweest. En het is zo gaaf, op het moment dat God het gaat doen, gaat er niemand dood. Op het moment dat God het doet, zie je dat ze zelfs nog de schatten van Egypte meekrijgen. Alle goud en zilver. En dat de vijand Egypte, de legers worden verslagen. Terwijl er niemand ook maar van het volk van God wordt aangeraakt en sterft. Dat is het verschil tussen een werk van God versus een werk van als een mens dingen gaan doen. Dan maak je vaak, dan heeft het niet alleen dat het niet werkt, het creëert en veroorzaakt zelfs schade. Het maakt gewoon dingen kapot. Het bevrijdingsverhaal met Mozes begint in deze tekst. Exodus 2, vers 23 tot en met 25. Daar begint het. Niet op een andere plek. Want dan zien we, het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten, ze zuchten, ze schreeuwden het uit vanwege de slavenarbeid. En een hulpgeroep vanwege de slavenarbeid ging omhoog tot God. En God hoorde hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen.
gaat niet over Gods plan voor het leven van Mozes. Centraal staat een God die de nood zag van zijn volk Israël en die zich wilde ontfermen over zijn volk. En op dezelfde manier vandaag, God ziet de ellende in de wereld. Hij ziet het. Het probleem is dat mensen het niet uitroepen naar God. Maar op het moment dat mensen dat wel doen, dan gaat God werken. En dan gaat God een ommekeer en een verandering bewerken in het leven van een mens. Als Nederland zal uitroepen naar God, dan zal dit land tot licht en tot zegen zijn voor de wereld. Dat zou de mens en het land veranderen. Dat zou ons land ten goede komen. En dat is wat God wil doen. Alleen het is een vrije keus. Dat heeft God ook de mens gegeven. Dat is de onvoorwaardelijke liefde van God. Dat ieder mens de keuze heeft gekregen. We zijn geen robotten. Je mag de liefde van God beantwoorden in je leven. En je mag het ook opzij zetten. Dat is je eigen keus. Want gedwongen liefde is geen liefde. Toch? Gedwongen huwelijken, dat is liefdeloos. En God is niet gedwongen. God wil dat zijn liefde, die onvoorwaardelijk is, beantwoord wordt als vrije keus van de mens. Dat is een keus die we iedere dag weer opnieuw mogen maken. Ik heb hier een plaatje, de volgende denk ik. En dat is een plaatje uit het boek en die heb ik bewust hier neergezet om te proberen te onthouden. Want ik denk dat vaak visueel beter blijft hangen dan als je alleen maar verhalen hoort. Het begint altijd bij God. Altijd, dat is de eerste stap in het leven van God. Alles begint bij God. God is aan het werk in de wereld. God heeft de mens en alles wat op aarde is geschapen. God is het die ons heeft uitgenodigd om vandaag hier in deze samenkomst te komen. God is het die ons zelfs heeft overtuigd van, het is de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Het geloof wat wij hebben in Hem, zelfs geloof is een gave van God. Alles start bij God en alles start dus bij Jezus. Alleen door Jezus heen kunnen we de Vader leren kennen. En dan, als we dat weten, dan zien we de twee, dan heeft het te maken met een liefdesrelatie met God. Daar, dat is de basis van het leven van een christen. Dat wij de liefde van God beantwoorden. En dat we verlangend zijn om God te leren kennen in ons leven. En het mooie ook is dat God daar vaak ook, of eigenlijk altijd, weer het initiatief toeneemt. Dat zie je ook in de verhalen van Mozes, wat we vandaag niet gaan lezen. Maar kijk eens naar Exodus 33, 7 tot en met 34, 10. Of kijk eens naar Numeri 12, vers 6 tot en met 8. Dan zie je hoe God bezig is om zijn relatie met Mozes te verdiepen, te bouwen, te versterken. En hoe Mozes God steeds beter leerde kennen in zijn leven. En dat is ook wat God in ons leven wil doen. God is verlangend, hij is wachtende, hij is enthousiast dat u hier vandaag bent. Echt waar. God is enthousiast dat u hier vandaag bent. Want hij is verlangend om in ons tegenwoordigheid te komen. God is enthousiast als wij 's avonds de Bijbel openen. En als wij gaan zoeken naar zijn woord, wat leeft. God is enthousiast als wij gaan bidden. En soms voelt het wel alsof we tegen misschien een plafond heen bidden. Maar dat is wat wij voelen. En dat is ingegeven door omstandigheden. Ik weet zeker dat God het hoort. Want Gods verlangen is dat als wij in ons gebed naar hem toekomen, dan hoort hij ons.
Het is Satan die dan altijd probeert te ontmoedigen. Ja, maar je leven is niet op orde en dit en dat. De aanklager zegt de Bijbel ook. Maar dat is Satan. God is een God van vergeving. God is een God van liefde. God is die goede vader. He, die al zat uit te kijken en dat toen zijn zoon die alles had verbrast terugkwam. Hij zat erop te wachten. God is liefde. God is echt goed. God is alleen maar goed. Alleen maar goed. Het is niet een boze God waar je bang voor moet zijn. Natuurlijk is God heilig. En is dat ook wat hij wil, dat wij heilig worden. Maar God is liefde. Dat is wie hij is. En als wij die liefdesrelatie met hem gaan krijgen, dan gaat hij ons betrekken. Dan gaat hij ons uitnodigen. Amos zegt er ook iets over, hè? De Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenissen heeft geopenbaard aan zijn dienaren. Het is een patroon door de hele Bijbel heen. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament en ook vandaag. God wil u, wie u bent, betrekken en datgene wat hij aan het doen is. Iedere dag opnieuw. Wat je vaak wel ziet, is dat op het moment dat God dan spreekt, dat je dan een soort ontmoeting krijgt. En dat was in het verhaal van Mozes de brandende braamstruik. Of niet? Dat was het moment dat Mozes zijn ontmoeting had met God. En ja, dan zie je in de Bijbel dat God dat iedere keer op een unieke manier doet. Ik heb nog nooit een brandende braamstruik meegemaakt. Maar Gideon ook niet. Want die had weer een andere manier van ontmoeting met God. En al die Saulus, die had weer een heel andere ontmoeting met God. En iedere ontmoeting met God is uniek. En het is belangrijk om te begrijpen dat God een God is die leeft en die spreekt. Ook vandaag. Dat is niet veranderd. Dat is niet veranderd. Ik weet nog dat ik een gesprek had ooit met mijn ouders. Die vinden dit heel moeilijk te bevatten. Die bevatten niet zo goed, ja, hoe kan God nou tot je spreken? Dat vinden ze echt moeilijk te begrijpen. Maar in mijn leven, ik ben zo dankbaar dat er zoveel momenten zijn dat God spreekt. En als God spreekt, dan is dat een ontmoeting met God. De bid stond dat ik dat woordje kreeg. Dat ervaar ik dan als een ontmoeting met God. Want hij laat mij zien waar ik het vandaag over moet hebben. Dus God vindt het belangrijk dat ik u vandaag hierover vertel. Als ik het heb over, u weet wat er gebeurde 10 maanden geleden dat ik een insult had. Voor mensen was dat heftig om te zien. Weet u dat ik dezelfde moment, die 3 kwartier of een uur die ik kwijt ben, dat ik dat kwijt ben fysiek. Maar in die uur had ik een droom. Dat heb ik u verteld. En dat ik heel rustig was. En dat ik ervaarde dat God sprak tot mij. Ik ben met je. En dat God ook sprak van dit is niet van mij. Ik ben alleen maar goed. Die uur heb ik die ga ik nooit vergeten wat ik voelde. Hoe ik zijn tegenwoordigheid ervaarde. Het was voor mij het voelde echt heel fijn. Nou, het zag er niet fijn uit, kan ik u vertellen. Maar het voelde wel heel fijn. Ik heb dat wat anderen hebben gezien, heb ik helemaal niet meegemaakt. Ik deed mijn ogen weer open en ja, toen had ik wel door dat er behoorlijk wat was gebeurd. Maar ik had een heel bijzonder moment gehad. Dat is een ontmoeting met God. Ik had een droom afgelopen jaar. Ik heb dat u niet eens verteld. God liet mij zien in een dag plotseling, toen ik wakker werd, dat er iets was, een open einde in mijn leven, wat ik op orde moest maken. En in die droom liet hij zien de pijn die er was bij die andere persoon. Terwijl ik dacht, nou, dat zal het toch helemaal niet zijn. Ik had ook kunnen denken van, het was een situatie tussen 2 personen.
Maar God, het ging niet over twee personen, het ging over mij. En God liet zien in mijn droom, Martijn, jij hebt een open einde. Het gaat niet om wie goed of wie fout is geweest. Jij hebt een open einde. En er is pijn en er is verdriet bij een ander. Het gaat nu om jou. En toen ik die droom had en ik wakker werd, terwijl ik daar al jaren helemaal niet meer over zat na te denken, toen dacht ik van, dit laat God niet meer zomaar zien. Dat is van God. En ik weet nog dat ik dacht van, daar moet ik iets mee. Dus ik daarmee aan de slag. En op dat moment naar die persoon toe. Terwijl ik die al 8 jaar niet had gezien. Nou, ik stond daar. De persoon wilde niet met me praten. Dus ik heb die persoon op dat moment ook niet gezien. En er was ook allerlei redenen dat die persoon niet kon. Dus ik weet niet of het met de redenen heeft te maken of dat hij niet wilde. Ik weet alleen dat het best wel jammer is, hè, als je al je moed bij elkaar hebt geraapt, iemand 8 jaar niet hebt gezien, hè, en dat je dan zo'n stap zet. Maar ik wist, het is van God. Dus toen ik merkte dat die opening er niet kwam, bevestigde dat eigenlijk alleen maar mijn droom. Want dat is alleen maar omdat er dan pijn is. En als er pijn is, hè, dat is omdat je geraakt bent, omdat je van elkaar houdt. Dus ik denk, ja, nee, ik laat dat er niet bij zitten. Ik weet nog dat ik daarna een mailtje ging sturen. Hè, en kreeg ik een reactie op. Maar die reactie was best wel afstandelijk. En was gesloten en het was gewoon afgedaan. Hè, dus weer een dichte deur. Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. God heeft tot mij gesproken. Maar ik was helemaal niet boos, want ik begreep het wel. Want er is gewoon pijn, er is verdriet. En ik zat echt te zoeken, Heer, u hebt mij die droom gegeven, wat moet ik doen? Nou, Eerza, jij weet hè, dat wij hadden daar die conferentie van VPE. Ik zeg wel eens VEMK, maar het is VPE. Ja, en ik kwam daar en ik zat puur voor het eerst bij VPE-conferentie om een beetje te kijken van wat zal dat dan zijn. Nou, ik kan u vertellen, op een hele bijzondere manier ging God daar spreken in die ene dienst. En in één keer gaf God een antwoord wat ik moest doen. En God, dat niet alleen, God sprak nog op andere manieren ook nog tegen mij. Dat is een ontmoeting van God. Dat is, God is God die leeft. En ik kan u ook vertellen dat als God dat doet, dat er ook een verandering ontstaat. Want het antwoord wat ik kreeg, heb ik toegepast. En ik heb gedaan wat God mij gaf om te doen. En ik kan u ook vertellen wat het resultaat is. Dat er volledig 100% verzoening is ontstaan. En dat het de harten heeft geraakt. En dat het hele, weet je. En waarom dit voorbeeld? Dit voorbeeld is, God spreekt. Dit is wat hij bij u. Ik ervaar God zo vaak in mijn leven. Niet elke seconde. Maar God is een God die leeft, die echt wil werken, waarmee je echt ontmoetingen kunt hebben. Waarin God ons leven wil leiden, waarin God dingen wil veranderen. Waarin God ook dingen soms in ons leven wil veranderen. Dus God spreekt. Maar weet u, als God spreekt, dan is het vaak soms ook dat er een vervolgstap ontstaat. Een crisis van geloof. Dat zie je bij Mozes ook. He, want als die brandende braamstruik is geweest, en als God dan gaat spreken, dan weten we wat de reactie is van Mozes. Wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan. En dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En ach, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en ik zeg tegen hen, de God van uw vaderen heeft mij naar u gezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? En wat als zij niet naar mijn stem willen luisteren? Keer op keer zie je de reactie van Mozes. Ach, heren, ik ben toch niet de man van veel woorden. Dat ben ik al sinds jaar en dag al niet. Ik spreek onduidelijk en moeizaam. Zend toch iemand anders. Allemaal dat soort type reacties. Ja, en hoe vaak hebben wij dat niet? Dat wij denken, ja, maar ja, ik heb dat gevoel ook wel eens, vaak wel. Dan denk ik van, ja, maar ik kan dat helemaal niet. Of,
Of ik vind het niet makkelijk. Of moet ik het nou echt doen? Kan niet iemand anders het veel beter doen? Ja. Ja. Echt. Ik denk, je weet dat niet eens, geloof ik. Weet u dat ik als kind stotterde? Echt waar. Ik ben bij de logopedie geweest. Mijn moeder bracht me altijd. Ik was heel slecht in Nederlands. Toen ik op de middelbare school zat, had ik een 3 op Engels, een 3 op Duits, een 3 op Nederlands en een 3 op... Nee, niet 3 op Nederlands. Dat is niet waar. 5 of zo op Nederlands en een 3 op Engels. En mijn 3 op Engels en Duits en Frans, dat was eigenlijk mijn 10. Ja, 3 was het laagste cijfer wat we kregen. Ik was echt... Ik ben zo niet goed in taal. Nou, maar ja. Ik weet nog dat toen God voor mij de deur opende om in het buitenland in het Engels te gaan preken. In het Engels? Dat is echt, ik geloof niet dat mijn leraren op de lagere middelbare school dat geloven. Ja, en dat vind ik inderdaad, dat vind ik heftig. Daar voel ik mij heel oncomfortabel bij. Want dat kan ik dan, denk ik, niet in mijn hoofd. Maar als God zegt, joh, ga, wat doe je dan? Ga je? En ga je ook zien dat het is het werk van God. Dat door dat gebrekkig Engels heen, wat wel steeds beter is geworden, moet ik zeggen. Maar dan op een gegeven moment gaat toch God werken. En gaat God echt hele bijzondere dingen doen die hij heeft gedaan. En dat heeft hij gedaan. Hè, dus kijk vooral niet naar ja, of u het kan, want u kan het ook niet. God willen gaan doen, want God was toch aan het werk. En hij ziet zijn liefdesrelatie met u. En hij vindt het fijn om u te betrekken. Want hij weet ook dat als hij u gaat betrekken, dan gaat u zien de geweldige macht en kracht van God. En als u die geweldige manier, die liefde, die kracht en hoe God gaat werken, als u dat gaat meemaken in uw leven, dan gaat uw geloof alleen maar groeien en groeien. En dan gaat uw relatie met God alleen maar verdiept worden. En dat is wat God wil doen. En dan kom ik op de preek van vorige week over die grote wonderen. Want wat is dan die geloofswerken? Die geloofswerken is een voorbeeld, is dan Mozes. He, wat God dan doet, want door het geloof, zegt Hebreeën 11, ja, door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Dus het was het geloof. Hij was bereid om dat leven op het altaar te leggen en om het slecht te hebben, liever dat dan goed te hebben. He, dat is wat het geloof in Mozes' leven gebeurde. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Christus, Oude Testament, hè? Mozes, die beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. De rest, door het geloof zijn ze door de Rode Zee heen gegaan naar de droge. Dat is geloofswerken. Dat is datgene wat God wilde doen door het leven van Mozes, omdat hij een plan had met het volk van Israël. En dat is de werken waartoe u en ik, wij zijn geroepen. Niet alleen maar, en nogmaals, goed, echt goed, oprecht, hè, alles wat wij doen voor een ander moeten we echt doen, want dat is wie God is. Maar ik kan u vandaag vertellen dat God nog veel grotere werken door uw leven wil gaan doen. Werken van geloof. Werken van de kracht van zijn koninkrijk. Wonderen. Bijzondere dingen die hij door uw leven heen wil bewerkstelligen. Dingen die God alleen maar kan doen. En dat kan ook zijn hele kleine dingen waarin er, nou, zoals ik net al als voorbeeld gaf, dat twee mensen niet meer samen zijn, dan kan God dat weer helemaal herstellen. He? En zo zijn er heel veel dingen die God wil doen en kan doen en gaat doen als u hem laat werken. En wat er gebeurt is dan die zesde stap ook, adjust. Dat heeft te maken met aanpassen. Je moet gaan komen
van de plek waar je bent naar de plek waar hij is. He, dus het gaat om niet God betrekken bij jouw leven, maar betrokken te worden bij datgene wat God doet. Dat is een ander, het lijkt een detail, maar het is echt big difference. Echt een groot verschil. Niet meer je eigen leven. Heer, wilt u dit en wilt u dat en wilt u zus en wilt u zo? He, dan kunnen we een behoorlijk lijstje maken. Nee, wat bent u? En wat wilt u? En waar bent u mee bezig? En hoe kan ik doen dat wat u wil? En dat ik mag zijn waar u wil? He, wij zijn hier niet in de gemeente, omdat om ons... Ja, natuurlijk is het een fijne plek en zijn we dankbaar voor u. Maar wij zijn hier omdat wij hebben ervaren dat we hier moeten zijn. Dat is waarom wij jaren geleden deze beweging hebben gemaakt om op deze plaats te zijn. Ja, want de andere gemeente waar wij ook heel vaak komen en waar we heel vaak dienen en mogen spreken, is op 300 meter van ons huis. Nou, dat is wel makkelijk hoor. Als ik van mijn werk kom en er is een bidstond, ja, dat is makkie. Nu moet ik dwars door alle verkeer hier naar Rotterdam-Zuid. He, dat is toch wel een ander iets. Maar waarom zijn wij hier? Omdat God hier aan het werk is. En wij ervaarden dat God wilde dat wij hier op deze plaats zouden zijn. Dus dat is waarom wij hier zijn. Nou, en dezelfde voorbeelden, ik zeg dit puur als voorbeelden om te begrijpen. Want dit werkt ook zo in uw leven, hè? Dus God wil op die manier ook door jullie leven heen heel simpelweg werken. En wat er dan gebeurt, als je gehoorzaam bent, stap 7, dan ga je daarna ook God ervaren in je leven. En dat is het mooiste, het mooiste is als je God leert kennen. Maar als je God gaat werken door je leven heen, En dat, die momenten dat je ziet hoe groot, hoe geweldig, hoe goed God is. Ja, kippenvel. Echt, het is moeilijk om dat in woorden verder uit te drukken. Ja, en we leven in een tijd dat er veel strijd is. En we leven in een tijd waar het best wel duister is. Maar het licht overwint de duisternis. Ja, en God die is iedere dag aan het werk. Hij ziet de mensheid. Hij ziet hoe mensen beschadigd zijn geraakt. Want dat is ook zo, hè? Satan maakt alleen maar kapot. Heel veel mensen zijn beschadigd. 1 op de 4 jongeren gaat al naar jeugdzorg toe tegenwoordig. En dan vragen ze af, hoe kan dat nou? Nou, dat mag duidelijk zijn. Als je God loslaat, dan... Satan maakt alles kapot, dus de mens is bezig om alleen maar verder het verderf in te gaan. In hun denken, in hun normen, in hun waarden, in hun gezondheid. Dat gaat echt er niet beter op worden. Maar daar waar mensen hun oog gaan richten op God, daar wil God vernieuwing brengen. En daar wil God ook door u en mij heen ons bij gaan betrekken en datgene wat God in hun leven willen gaan doen. En de banier is een bijzondere plek, dat klopt. He, dat gaat niet om de banier. Waarom is het een bijzondere plek? Het is een bijzondere plek om God. Het is zijn gemeente. Dit is niet de gemeente van broeder Erik en broeder Heko en broeder Martijn. Het is niet eens de gemeente van jullie. Ja, wij zijn met elkaar de gemeente, dat wel. Maar het is zijn gemeente. Het is Gods gemeente. Het is zijn lichaam van Christus aan deze plaats. Het is zijn lichaam wat hij heeft gevormd stap voor stap al meer dan 90 jaar geleden. Het is de plek waar God de kracht van zijn Heilige Geest heeft uitgestort, waar broeder Erik het over had, hoe belangrijk dat is. We kunnen niet zonder de kracht van de Heilige Geest. Dat hebben we nodig, iedere dag, voor onszelf om stand te houden. Maar ook om die werken te gaan doen die God wil gaan doen door ons leven heen. Want ook die werken zijn allemaal werken van de Heilige Geest. Zelfs Jezus kon niks tot stand brengen zonder de Heilige Geest die in Jezus was. En dat wil God ook doen in ons leven, in de banier en door ons leven heen. Ik wil graag afsluiten met gebed. Heer, we zijn dankbaar. U bent een geweldige God. U bent goed.
U bent zo ontzettend goed. Vol liefde. U bent onze papa. We houden van u. We zijn dankbaar, Vader, voor deze morgen. We zijn dankbaar voor het woord. Een woord die u in mijn hart heeft gelegd. Afgelopen bid stond om te delen met ons allemaal. Opdat wij dit mogen toe gaan passen in ons leven. Dat doet u omdat u verlangend bent om ons te kennen. En dat doet u ook omdat u verlangend bent om verandering te brengen in ons leven. Maar boven alles om ons ook te betrekken bij de levens van anderen die u helemaal nog niet kennen. U wilt door ons heen en door de gemeente heen gaan werken. Omdat u bezig bent met de wereld en u houdt van de mens. Heer, ik ben dankbaar. Ik weet niet op welke manier u spreekt tot mijn broeders en zusters individueel. Het kan voor iedereen anders zijn, omdat we allemaal anders zijn. Op allerlei andere achtergronden of in een andere fase in ons leven met u staan. Maar Heer, ik weet één ding, dat het woord is uitgegaan en het woord gaat vrucht dragen, omdat het uw woord is. En ik wil u bidden, Heer, of datgene waartoe u dit heeft uitgezonden, dat dat ja, mag gaan leven en dat dat tot zichtbaar vrucht mag gaan leiden op de manier zoals u dat wil gaan uitwerken in het leven van mijn broeders en mijn zusters. Heer, ik ben dankbaar, Vader, voor deze morgen. Ik ben ook dankbaar voor de gemeente. Dankbaar dat ik hier überhaupt mag staan om het woord te brengen. We leggen alles in uw handen neer, in Jezus' naam. Amen. We gaan nu het offer ophalen, hè? En dan nog een lied zingen. En dan nog zo de mededelingen. We zijn iets uitgelopen, maar soms gaat dat zo. Dank u wel, broer Martijn, voor het woord. God betrekt ons in zijn plannen. Het is inderdaad niet dat ik hem betrek in mijn plannen. Ik wil vragen of de collectanten zich alvast gereed wil maken. We gaan een zegen vragen. Wat wij zullen inzamelen zal ten behoeve zijn van de collectefonds. U zal ongetwijfeld ook al zien de toiletten en waar broer Harvey en team druk bezig zijn. De vorderingen, het harde werk. We zijn ook dankbaar dat het allemaal mogelijk wordt gemaakt. En dat is ook door de financiële bijdrage waar wij ook als gemeente onze schouders onder mogen zetten. De Heer heeft ons rijkelijk gezegend. En dat we dat ook weer terug mogen geven. En een deel daarvan dat we dat ook mogen investeren. In een huis wat de Heer ons heeft gegeven. En waar nog velen zullen gaan komen. En dat we ook daar onze zegen over mogen vragen. Vader, we zijn dankbaar, o God, voor de overvloed. Heer, we zijn dankbaar dat we, ja, Heer, ook in onze financiën, dat we dat ook voor uw troon mogen brengen. Heer, hetgeen wat u geeft, Heer, dat we dat ook weer terug mogen geven, o God. Wat we hebben ontvangen. Heer, we zijn rijkelijk gezegend. Heer, en dat we mogen geven met een blijmoedig hart. Heer, en dat het op zijn bestemming mag komen. Heer, en we zijn dankbaar voor het harde werk wat verricht wordt door de broeders. O God, en dat we als gemeente daar onze financiële schouders ook onder mogen zetten. Heer, wilt u het maar vermenigvuldigen, de opbouw van uw gemeente. En dat we dit zo mogen vragen en dankbaar mogen zijn. En uw zegen hierover mogen vragen in Jezus' naam alleen. Amen. Amen. En bij het ophalen zullen we een lied zingen. Via de livestream zal er een QR-code komen. En wil u vooral vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van uw gift app. En dat komt op elke tijdstip van de dag, van de week. We gaan zingen Hou Vol. Een lied waar we elkaar mogen aanmoedigen. Een lied wat geïnspireerd is vanuit Hebreeën 12. En kijk elkaar ook aan als we dit zingen. Hou vol. Hou vol, zo is dat. Thank you.
Laten we het zingen. Wij zijn het volk van God. Wij zijn als vreemdelingen hier. Met elkaar. Een leven lang te gast. Er ligt een hemels vaderland. Voor ons klaar. Hou vol. Zegen toch van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd. Achterna, oh, hou vol, hou vol. Hij laat niet los. Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Dank je, Jezus. Nu geven wij niet door. Het schijnt de schouders waarop wij mogen staan. Houd vol. Met hem zijn we meer dan overwinnaar. Ik heb een paar mededelingen en dan ga ik zo afronden. Ik ga het kort houden, want we hebben straks heerlijke soep. Dat krijgen we van broeder Harvey, want hij is jarig geweest. Mededeling is, als we soep gaan, ja, laten we daar inderdaad voor applaudisseren. De soep, als ik het goed begreep, moet echt in de ruimte daar worden genuttigd. Dus daar is ruimte en daarachter ook. Maar goed, ik geloof dat we daar de soep kunnen eten. En niet alleen broeder Harvey is jarig geweest. Leroy, waar ben je? Jij wordt binnenkort jarig. Oh, hij is bij de kinderen. En leuk trouwens ook, Denise, dat jullie er weer zijn. Een tijdje even weg geweest door jouw ongeluk. Maar echt top dat je er weer bent met je gezin. En... En broeder Leroy is 12 augustus jarig. Voor de rest, zover ik weet, geen verjaardagen. Klopt het? Of zie ik, staat er iemand niet op de lijst? Nee, ja, dat klopt.
Ook geen mensen die deze week op vakantie gaan, want die hebben we geloof ik vorige week al allemaal uitgezegend. Nee, oké. Bidstond aanstaande woensdag, 19:30. Ik wil u echt uitnodigen, kom. En ook die jonge mensen, kom. Het is echt goed om te komen, om jong al te leren om als gemeente met elkaar te bidden. En dat zijn echt krachtige gemeentes. En gebed is de geestelijke ademhaling van ieder christen. En 3 september, ook niet vergeten hè, dan hebben we een barbecue met de hele gemeente. Lekker feest. Ik kwam er net achter vorige week. Ik moet dan spreken in de middag in de Maranatenkerk. Dus ik ga dat denk ik toch missen. Maar kom, het is echt goed om als gemeente met elkaar fellowship te hebben, elkaar beter te leren kennen, om eigenlijk het nieuwe, we noemen dat weer een beetje het nieuwe jaar, het is natuurlijk geen januari, maar het schooljaar wel een beetje, hè? Dus daar zal het uit zijn gekomen. Maar kom, laten we met elkaar die 3 september gaan komen. Nou, dat waren de mededelingen voor vandaag. Dan zou ik zeggen, laten we erbij gaan staan, want dan gaan we de dienst afsluiten. Dankbaar, Heer, zijn wij deze ochtend. Dankbaar voor wie u bent. Dankbaar dat u met ons bent. En daarom kunnen wij ook volhouden, Heer. Omdat wij weten dat we een strijd strijden, Heer. Waarin we reeds vanuit een overwinnende positie het leven mogen leiden. En we weten dat als u met ons bent, wie kan dan tegen ons zijn? Heer, we zijn dankbaar dat we u kennen. We zijn dankbaar dat u onze machtige God bent. Heer, ik wil u vragen of u deze week bij de gemeente wilt zijn. Dek een ieder onder uw kostbaar dierbaar bloed, Vader. Bescherm een ieder. Laat het een geweldige week zijn, Heer. Een week waarin u met uw woord gaat doorwerken. En dat u machtige dingen door ons leven heen wil gaan doen. Op het moment dat wij betrokken gaan worden bij datgene wat u wil gaan doen door ons leven heen. Heer, we zien er naar uit, Heer. We zijn beschikbaar en we zijn hier, Vader. Hier zijn we. Ons hart is open, Vader. Laat ons leven een vat zijn wat beschikbaar is, Heer, voor u om te werken. En laten we worden zoals u bent, Heer. Heer, ik dank u, Vader, voor alles. Moog de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest en de genade van onze dierbare Heer Jezus Christus met u allen zijn en met u allen blijven tot die dag waarna we met z'n allen uitkijken dat Jezus zal wederkomen. Maranatha. Amen.